Hey, vorige week sprak Maarten over de principes van het koninkrijk, over leven in het koninkrijk. Als je wil leven in een ander land, in een andere cultuur, zul je de principes moeten omarmen. En wij zijn ook op vakantie geweest in een ander land. Wij zijn naar Slovenië geweest, in Oostenrijk, met de vouwwagen achter ons aan, fietsen erop, dakkoffer erop, helemaal vol, geen gaatje meer te vinden. Daar gingen we naar Slovenië en Oostenrijk. Niet naar Slovenië gaan. Veel te mooi daar, wordt het veel te druk, dus zorg dat je er niet heen gaat. Dan houden wij nog een mooie plek over om heen te gaan. Dat was fantastisch. Maar wat mij opviel, en collega's vroegen natuurlijk toen ik terugkwam, hoe was je vakantie? En we kletsten zo. Ik zei, nou, één ding, fantastisch natuurlijk, alle leuke dingen. Ik zeg, één ding wat me verbaasde, was het meest gesproken woord in onze vakantie. En het was dit. Ik heb 4 jongens. En het was het woord honger. Ik heb honger. Zo'n pizza naar binnen, nog geen half uur later, of ik heb honger. Dat ik denk, waar dan? Hoe dan? Waar laat je het? Maar eerlijk is eerlijk, toch is het niet het woord wat het meest gesproken was. Want het meest gesproken woord op onze vakantie is het woord mama. Daarom is Heidi nu ook 5 dagen ons huis ontvlucht om met cliënten op reis te gaan. En sta ik er even 5 dagen alleen voor. Ja, dus bid voor me de komende 5 dagen. Mannen zijn altijd zielig, hè? Terwijl mama's het hele jaar alles doen. En rennen en vliegen en 5 dagen de vader alleen. En er moet medelijden zijn. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar het meest gesproken woord, mama. En hoe bijzonder. Ik ben oprecht zo dankbaar voor mijn eigen moeder. Maar ook de moeder in ons gezin, Heidi. Weet je, ik bedoel, zij creëert ons huis als een veilige plek. Als een plek waar het warm is, waar het gezellig is. Ze is aan het koken, ze is aan het bakken met de kinderen. Ze is er voor de kinderen, ze heeft al dat tijd. Ze doet nog even de dingen tussendoor. Hoe ze het doet, weet ik niet. Maar ode aan de moeders in deze wereld. Wat een heldenjob. Weet je, en onderschat dat niet, wat jouw rol als moeder is. En je misschien vertel je jezelf van ja, je moet carrière maken. En ik heb het niet over de stereotype dat de moeder thuis moet zijn en de vader werkt. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik bedoel, als je een hart hebt om carrière te maken, doe het. Maar gewoon even, onderschat niet je rol als moeder. Wat je daarin te betekenen hebt. Wat je daarin iemand anders... Ja, ik hoorde van de week een uitspraak, zo mooi. Die zei, het meest significante wat je doet in je leven is misschien niet iets wat je doet, maar iemand die je op laat groeien. En dat geldt zowel voor moeders, en dat geldt in het natuurlijke, maar dat geldt ook in het geestelijke. Wij hebben een rol om mensen te laten opgroeien. Ik zei van de week ook tegen iemand, we hadden het er zo over, en het kwam op zwangerschap. Ik zei, nou, ik weet één ding, als mannen zouden moeten bevallen, als het door mannen moest gedaan worden, waren alle gezinnen met 1 kind geweest. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat is toch zo? Goed, het gaat helemaal nergens heen, want het gaat helemaal niet over mijn preek. Maar wat me opviel... Wat me opviel, was die naam mama. Ik bedoel, wij zaten eindelijk, onze kinderen worden ietsje groter. Reza is 4, we hadden een lekker campingje waar hij met zijn stepje rond kon crossen. De jongens waren in het zwembad, de ouderen. En we zaten eindelijk weer even met z'n tweeën. Dat we zeiden, yo, dit is nieuw. Ik zei, schat, hoe zie je eruit eigenlijk? Dat is een grapje. Maar wij zaten daar heerlijk. En je hoorde allemaal lawaai op de camping. En hij zei, tussen al het lawaai door, ik hoor Reza. En ik natuurlijk als vader, ik hoor helemaal niks. Maar ze had gelijk, ze hoorde Reza. Weet je, en eigenlijk hebben we dit allemaal. Want van de week gebeurde het nog op ons kantoor. Ik was gewoon aan het werken, hoorde niks van een gesprek die er gaande was. Maar ik hoorde in één keer mijn naam. In één keer zijn je oren gespitst. Hé, dat gaat over mij. Je bent in de drukte, je hoort je naam. En in één keer, hé, jullie hebben het over mij. Je hebt de rest niet gehoord, maar je naam. Dus je naam heeft een bepaalde autoriteit. Je naam heeft een kracht. Het heeft een aantrekkingskracht. Er zit kracht in een naam. En daarom wil ik het jullie vanmorgen hebben over de naam boven elke naam. De naam boven elke naam. En de mensen die hier langer komen, die christelijk zijn opgevoed, met de Bijbel zijn opgevoed, die weten over welke naam ik het heb. De naam van Jezus Christus. Filippenzen 2, daar gaan we beginnen in vers 5 tot 11. Laat daarom doorbrekers die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid?
die terwijl hij in de gestalte van God was. Hij had alles, de rijkdom van de hemel. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hij hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Weet je, er komt een dag dat we allemaal hem zien en denken, ah, u bent werkelijk Jezus Christus, de Zoon van God. En dan kom ik gelijk bij mijn eerste punt. Zijn naam is alles wat je nodig hebt. Want Jezus Christus is de naam die geschonken is boven elke naam. Weet je, in zijn naam zit autoriteit. Er zit autoriteit in. En niet zomaar autoriteit, de hoogste autoriteit. Dus niks in jouw leven kan en mag stand houden onder de autoriteit van de naam van Jezus. Niks in jouw leven wat duisternis is, kan en mag stand houden in de naam van Jezus Christus. Niks. Geen negatieve gedachten, geen zonde, geen ziekte. Niks mag stand houden en kan stand houden in de aanwezigheid van die naam. Jezus is degene, waarom? Jezus is degene die alle machten en krachten ontwapend heeft en openlijk te schande gemaakt heeft, zegt de Bijbel. Jezus is degene die de zonde en de macht van de zonde aan het kruis, en we zullen straks ook zien in de Bijbelgedeelte, de wet die tegen ons keerde aan het kruis genageld heeft en de dood overwonnen heeft. Daarom is er kracht in de naam van Jezus. En valt je op dat er in die tekst staat, de naam is hem geschonken, is hem gegeven. Ik bedoel, ik heb helemaal niks van de Olympische Spelen gezien. Niet om te boycotten. Na de preek van Peter al helemaal niet meer. Maar ik heb er gewoon niet naar gekeken. Ik wilde hem de tijd niet aan besteden. Maar ik zag wel af en toe voorbij komen dat de goud was gewonnen. Vorige week zondagochtend was ik in de kerk en werd me verteld dat, hoe heet ze ook alweer, goud had gewonnen. Ja. Ze had het, die gouden medaille werd haar geschonken. Omdat ze het hoogst haalbare had behaald. Jezus Christus heeft de naam boven elke naam gekregen, de autoriteit. Hij heeft de sleutels weer teruggeprakt van wat wij ooit als mensheid hebben weggegeven. Laten we even kijken naar die naam van Jezus. Want Matthäus 1, vers 21 gaat over zijn geboorte. En zij, Maria, zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Weet je, in de tijd van de Bijbel, en Peter die noemde het ook al in zijn preek, was een naam ook je identiteit. Was een naam ook je bestemming. Eigenlijk je levenspad die je ging lopen. Daar zaten profetische woorden in. Dat was richtinggevend. Daarom die naam Jezus was heel doelbewust. En Jezus, het Nieuwe Testament is in het Grieks, was Isus. En in het Hebreeuws is dat Yeshua. En dat woord Yeshua zien we terug in de Bijbel, in het Oude Testament. Want in Jesaja 12 zegt Jesaja dit. Zie, God is mijn Yeshua. En dat betekent redding, heil. God is mijn Yeshua. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Wij lezen dit vanuit het plaatje, dat we het plaatje Jezus, Yeshua, Jezus Christus voor ons zien. Maar Jesaja, die zag dat nog helemaal niet. Hij profeteert hier over Yeshua. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot Yeshua geworden, tot heil geworden. Dus God is niet een God van veraf, maar hij laat hier al zien, ik kom dichtbij. Ik ben jullie redding. Ik ben jullie hoop. En Yeshua komt van het Hebreeuwse grondwoord Yasha. En Yasha betekent dit. Het betekent redden, helpen, verdedigen, behouden, bevrijden, in veiligheid brengen, genezen, de overwinning behalen. Oké, nog één keer, ja? Redden, helpen, verdedigen, behouden, bevrijden, in veiligheid brengen, genezen en de overwinning behalen.
Dus als ik zeg, alles wat je nodig hebt is de naam van Jezus Christus, dan is dat gewoon omdat je dit is alles wat je nodig hebt in het leven. Alles in het leven, alles wat je nodig hebt in het leven, is door Jezus Christus. Je hebt niks anders nodig dan Jezus Christus. Je kunt me vertellen dat de hele wereld draait rondom energie en geld is energie en een fysieke wereld en mijn overleden mensen is ook energie en ik voel het allemaal. Maar de Bijbel zegt, je zult nooit vervulling ervaren totdat je de schepper van hemel en aarde ontmoet en dat is Jezus Christus en daarin is vervulling. Dus hij is onze vrijheid, hij is onze veiligheid. Hij is onze comfort, hij is onze genezing, hij is onze hulp, onze bescherming, onze bevrijding, onze overwinning. Even gewoon een momentje pauze. Amen. Al neem je dit mee naar huis en zeg, oké, Heer, Jezus, u bent mijn Heer. U bent mijn redder. U bent mijn bevrijder. Heer, ik ervaar hier nog geen vrijheid, maar u bent mijn bevrijder. Heer, ik ervaar iets in mijn lichaam, maar u bent mijn genezer. En je begint je op te heffen naar Jezus Christus, je Heer. En het antwoord is in Jezus. En Spreuken 18, vers 10. Ik weet niet zeker of dit op het scherm komt. Maar de naam van de... ze zijn snel. Dat is geweldig. De naam van de Heer is een sterke toren. De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Ik bedoel, als vader, heel eerlijk... Onze kinderen, vooral in hun eerste levensjaren, rennen alleen maar naar mama toe. Ik bedoel, als ze pijn hebben, willen ze naar mama. Ja? 'S nachts, ik heb ze ook het eerste woord mama geleerd, want 's nachts roepen ze dan ook mama. Maar zoals een kind naar mama rent, zo rent de rechtvaardige naar de Heer, naar de naam van de Heer, als een veilige vesting. Een veilige vesting betekent dat je schuilt achter die naam. Dat je veilig zit, dat je zegt van, oké, de legers zijn misschien groot, maar ik zit in de naam van de Heer. Zijn naam is betrouwbaar. Zijn naam is eeuwig. Zijn naam is veilig. Zijn naam is overwinning. Zijn naam is bevrijding. Zijn naam is Jezus Christus die wij dienen. Yes, amen. Tweede punt wat ik eruit wil halen is de kracht en autoriteit van de naam van Jezus. Want Jezus zegt zelf in Johannes 14... voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, in mijn naam, in mijn autoriteit... die zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat doet hij daar? Hij zal de Heilige Geest zenden. Vandaar dat wij grotere werken kunnen doen. En wat u ook zult vragen in mijn naam, hier... Wat u ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Herhaling in de Bijbel betekent altijd, let op, het is zeker en waar. Dus hij zegt het 2 keer. En let op, dit is geen toverformule. Zo van, de letters die ik erachter zeg, als ik maar de naam van Jezus ergens achterplek, dan gebeurt het. Of om andere mensen te domineren. Je gaat veranderen in de naam van Jezus. Komt heel dicht bij manipulatie. Ik zal zo laten zien waar het wel voor bedoeld is. Het is ook niet dat je per se de naam Yeshua moet zeggen. Ik ben zelf ook 2 keer in Israël geweest. En soms, als je in Israël bent, hoor je vaak de naam Yeshua. En dan, bij Messias beleidende Joden trouwens. Alleen, maar even, en dan kom je terug en dan, ja, nu moeten we Yeshua gaan zeggen. Want dat is zijn echte naam. Jongens, even... Prima als je dat wil doen, maar ga dat niet op anderen allemaal leggen. Of ook niet het zinnetje dat je bidt, je gebedje. En je gebedje is vol klaagzang en vol ongeloof. En dan in Jezus' naam. En dan is het... Het gebeurt. Of deze, Heer, ik bid kort, want anders is mijn gehaktbal van mijn bord. In Jezus' naam. Met 4 jongens is je gehaktbal nog steeds van je bord. Ook al gebruik je die naam. Weet je, het is het geloof dat wij plaatsen in de naam en in de autoriteit van Jezus wat kracht heeft. Dat is wat autoriteit heeft, dat is wat kracht heeft, het geloof wat wij plaatsen. Het is de naam die wij dragen, wat een voorrecht, weet je, wij zijn christenen. Christus naam dragen wij. Wij dragen de naam van de Allerhoogste God. Weet je, en daarom belangrijk dat we herkennen wat de autoriteit is die we hebben.
En hoe doe je dat? Dat je weet welke autoriteit. Hoe doe je dat? Door zijn woord te kennen. Door zijn beloftes te kennen. Juist in tijden van nood. En nu ik dit zeg, komt er een voorbeeld in mijn hoofd. Wij hebben onze jongste heel ernstig ziek gehad. En terwijl hij die de dokter aan het bellen was, lag hij bij mij in mijn armen. En dacht ik dat ik hem zou verliezen. En dan komen er teksten naar boven. Die je op de berg, op de mooie momenten, kent en over gemediteerd hebt. En dan ben ik de naam van Jezus gaan spreken. En soms gewoon de teksten, Johannes 10, vers 10. De duivel komt om te roven, stelen en te vernietigen. Maar Jezus komt om leven te geven en overvloed. Nou, simpel. Dit is niet de wil van God. Dus je begint te spreken erover. En je dus het woord kennen, zijn belofte kennen, zijn hart kennen, zijn liefde kennen. Dan weet je wat je kan spreken. Maar daar kom ik zo op. Weet je, dus, het zijn twee dingen. Als je geloof plaatst in die autoriteit, dan blijf je staan. He, als je zegt, ik kom in de naam van, en je weet zeker dat je in die naam komt, en je weet zeker dat die naam autoriteit heeft, dan blijf je staan. Ze kunnen over je lachen, ze kunnen je bespotten, ze kunnen tegen je zeggen, ja, jij gelooft in sprookjes. Maar als je er zeker van bent, dan blijf je staan. Want je weet, ja, ik ben het niet, maar de naam van Jezus is de kracht. Maar als je daar niet zeker van bent, dan begin je te wankelen. Ja, is het wel zo? Is het wel de enige weg naar de Vader? Klopt het wel dat als ik begin te spreken in geloof, dat het gaat gebeuren? Wat als het niet gebeurt? Ja, maar daar is het ook niet gebeurd. De Bijbel zegt het wel, maar... Snap je, dit zijn allemaal logische redeneringen, hè, waar ik net zo goed last van heb. Wat net zo goed bij mij naar binnen komt. Denk van, ja, ik begin wel te spreken, maar wat als het niet gebeurt? Ja, maar wat als dit? Ja, maar wat als dat? En dan is het... Dat betekent dat je niet hier moet blijven staan en moet wankelen. Weet je, net als Peter zei, dubbelhartig, hè, over die serie van wijsheid. Maar dat je gaat staan en dieper zijn woord ingaat. Want uiteindelijk komt daar geloof vandaan. Omdat je zegt, ja, maar dat voel ik wel en dat zie ik wel. Of dat zie ik wel in het natuurlijke. Maar het woord zegt... En dan gaat de geloof opstaan. En dan begin je zelf sterk te worden. Dan hoef je niet Pietje Puk te bellen en die te bellen. En wil je voor me bidden en gebedslijnen en heel Facebook vol te knallen. Maar dan zeg je, mijn God zegt dat er overwinning is. Mijn God zegt dit. En laat de hele wereld mij gek verklaren. En laat ik het misschien zelfs niet eens in het natuurlijke zien. Maar mijn God zegt, dus het is waar. Want het gaat niet over alleen dit natuurlijke leven. Het gaat over het eeuwige leven. En dat is nu al, zegt Jezus. Het koninkrijk van God is nu al. Want hij is binnenin je. Het is niet daar, het is niet straks, het is binnenin je. Dus wij leven al in die eeuwigheid. Daarom leven we ook niet, en dan ga ik een hele andere kant op, daarom leven we ook niet voor onszelf. Ik bedoel, leuk, ik vind het ook leuk. Een leuke auto, leuk huis, leuke vakanties. En geniet er allemaal lekker van, dat zegt de Bijbel ook. Maar als alleen dat het is... Jezus zegt, verzamel geen schat op de aarde... Maar dan stopt hij niet, verzamel schatten in de hemel. Hoe geweldig dat door jouw genereuze leven, in je woorden, in je financiën, in je zegenen, andere mensen het eeuwig leven binnengaan. Dat is waar je voor leeft. Dat is wat vervulling gaat geven. Maar de discipelen, die handelen in het boek Handelingen vol met die autoriteit. Dus ik ga even een paar gedeeltes nog door. Kort, want ik zie dat de tijd hard gaat. In de Handelingen. Over de naam van Jezus. In Handelingen 2, hè, Jezus is net naar de hemel gegaan. En toen zij de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt. Petrus begon te preken. Hè, na de vervulling met de Heilige Geest begon hij te preken. Wat moeten we doen, vragen ze. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Complete pakket, huppakee, in één keer, in de naam van Jezus Christus. Dan in Handelingen 3 lopen Petrus en Johannes de tempel binnen, het negende uur. Nee, daar ga ik niet in, de andere, dan ga ik helemaal uitwaaien. Maar ze zien daar een kreupele vanaf de geboorte, die vraagt om een aalmoes. En dan zegt ze, kijk ons aan. En dan staat er, en hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij iets van hen verwachtte. Maarten zei het hier ook al in Midden-Nederland. Van, wat verwacht je? Herken je dat Jezus hier is? Herken je dat? Verwacht je dat? En Peter zei echt, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, zie je? Hij is bewust van wat hij heeft. Wat ik heb, dat geef ik je.
Hij zegt niet, ik kan wel een gebedje naar de Vader doen en misschien zal het gebeuren. Nee, wat ik heb, hij weet wat hij ontvangen heeft, zal ik geven. En waar zijn we? In vers 6. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Nou, dat is allemaal geweldig en iedereen is blij, behalve de religieuze meute. Want die komt in Handelingen 4 en dan vanaf vers 7. En toen zij hen in het midden hadden hoe staan, ze hadden ze opgepakt, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam, let op hè, door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen. Hè? Bedoel, hij brengt het even terug naar het werkelijke punt. Een weldaad aan een zieke man, waardoor hij gezond geworden is. Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die u gekruisigd hebt, maar die uit de doden opgewekt, die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem, door die naam, deze man hier gezond voor u staat. En deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En nu vers 12. Dit is echt een sleutelvers voor iedereen hier, die hier vandaag is. En de zaligheid, het geluk wat je wil vinden in het leven, is in geen ander. De enige weg naar de Vader is Jezus Christus. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En toen zij die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderde zij zich en erkende dat zij mensen waren die bij Jezus geweest waren. Weet je dus, hoe bijzonder, hè? Ze herkenden dat ze bij Jezus geweest waren. Ik bedoel, zo wil ik herkend worden, als een leesbare brief waar Paulus het over heeft. Hé, hey, die gozer, waar die geweest is, dat weet ik niet, maar hij heeft iets bijzonders. Ik ben bij Jezus geweest. De vrede in moeilijke omstandigheden. De woorden van leven die je spreekt. Alles wat je uitdraagt. Weet je dus, hoe wandel je in die autoriteit? Heel simpel, het staat hier in de Bijbel. Door bij Jezus te komen. Ze hadden niet Jezus gezien van een afstand. Ze hadden hem niet even in de crowd beschouwd. Ze waren intiem met hem geweest. Ze kenden zijn hart. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus Jezus intiem kennen. En dan mogen wij, weet je, die naam gebruiken in autoriteit. En het gaat, wat ik toen al zei, niet over manipulatie, over mensen dwingen in een bepaalde situatie in de naam van Jezus te pas en te onpas gebruiken. Het gaat erover, waar heeft Jezus het over? De werken die Jezus deed en grotere. Het gaat erover dat het evangelie van het koninkrijk doorbreekt. Het evangelie van het koninkrijk is vrijheid. Het evangelie van het koninkrijk is redding. Het evangelie van het koninkrijk is vrede. Dat is het koninkrijk wat wij bij mensen mogen brengen. Het evangelie van het koninkrijk is dat er een vader is die van ze houdt. Dat er een bestemming op hun leven ligt. Dat is het koninkrijk. En jij begint er bovenuit te steken, hoor, als je boven je collega's. Ten eerste als je al gewoon positief praat. Als je uit geloof praat, hoef je nog niet eens de naam van Jezus te gebruiken. Maar ik geloof dat het een goede dag wordt vandaag. En je begint gewoon pose. Ah, het is weer maandag. Het weekend is weer voorbij. Ah, het is woensdag. De week is halverwege. Dat is ongeveer als je 538 luistert wat je de hele week hoort. Het weekend. Ja, stop dan met je werk als je alleen maar naar het weekend toe leeft. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar waar ben ik? Weet je, want overal waar Jezus kwam, kwam de vrijheid. Kwam de bestemming in ons leven, kwam de genezing, kwam de nieuwe hoop. En werd het hart van de Vader zichtbaar. En dus overal waar Jezus kwam, hij was een magneet voor mensen. Waarom? Je wil bij mensen zijn. Hè? Soms kom je in een omgeving, in een huis of bij mensen. Dat je denkt, het is hier zo warm. Ik weet nog, jongvolwassen leven kwam bij een gezin. En dat ik dacht van, wauw. Dit is echt gaaf als je zo met elkaar om kan gaan. Als je zo dit kan bouwen met elkaar. Je voelt in de atmosfeer, er is iets. Zo was het ook bij Jezus. Er is een atmosfeer van geloof, van opbouw, van vrede die er stroomt. En alles zit in die ene naam. Maar ik moet door, want ik sla een stuk over, want anders red ik het niet. Maar het derde punt is dit. In welke naam spreek jij? En hier wil ik mee afsluiten. In welke naam spreek jij?
In welke autoriteit spreek jij? Kijk, even terug nog naar dat overwinning spreken. Heel veel zeggen van, ja, weet je, even voorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Kijk, toen het moment kwam dat de geallieerden in Normandië kwamen, dat het D-Day genoemd. En je zou kunnen zeggen, D-Day is wanneer Jezus aan het kruis ging. Maar D-Day was niet genoeg. Er was een V-Day, een Victory Day. Bijna een jaar later, dank God dat Jezus er maar 3 dagen over deed, dat de Heilige Geest hem opwekte uit de dood. 3 dagen later stond hij op en was de overwinning. En wij mogen dat spreken. Wat spreek jij? Wij mogen die overwinning spreken tegen mensen. Je hoeft niet vast te zitten in je zonde. Je hoeft niet vast te zitten in je destructieve patronen. Je hoeft niet depressief te zijn. Je hoeft niet zo gebukt onder het leven door te gaan. Weet je, er is vrijheid in de naam van Jezus en ik wil je daarbij helpen. Als we het hebben over de preek van vorige week van Maarten, over principes van het koninkrijk, is wat spreek jij? Woorden zijn zo ontzettend krachtig. En daar wil ik heel kort nog even naar kijken, want God schiep deze aarde door woorden. En wij zijn zijn evenbeeld. Wij zijn zijn evenbeeld. Dus wat wij zeggen, daarmee scheppen we. Daarmee creëren we. Dus wat wij spreken, heeft kracht. Het is een geestelijk principe. En de Bijbel zegt dit in Spreuken 18. Want van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Ik bedoel, neem deze tekst eens even heel serieus in je op. Ik bedoel, de Bijbel praat niet zomaar. Die zet er niet in van, goede quote voor Insta, laten we die erin plakken. Nee, de Bijbel is serieus geïnspireerd door de Heilige Geest. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dus onze woorden zijn als zaad. Onze woorden zijn zaden die vruchten voortbrengen. Noem mij maar gek, maar ik geloof dit letterlijk. En ik zeg het even bewust, omdat we dit altijd een beetje proberen weg te halen. Ja, tuurlijk, ik geloof er wel in. Maar toch zijn we niet bewust van wat we spreken. Spreken we leven of spreken we dood? En ieder zaad brengt vrucht voort naar zijn eigen soort. En hier weer is het de Bijbel zwart-wit. Hè? Het is niet leven, woorden die niks doen en dood. Nee, het is leven en dood. Dus of je spreekt in de naam van Jezus en je brengt leven in overvloed. Of je spreekt in de macht van de duisternis en je brengt dood. En je dood is dat je een geestelijke kracht vrijzet die erop uit is om te roven, te stelen en te vernietigen. Leven is dat je een geestelijke waarheid van het koninkrijk vrijzet die leven geeft in al zijn volheid. En je, misschien zie je niet gelijk het effect. Dat je een negatief woord spreekt en we doen het allemaal wel eens. En poef, dood. Gelijk vrucht. Nee, vrucht groeit. Dus het heeft langere tijd nodig. En je, misschien is het lange termijn, constant negatieve, niet opbouwende, kritische woorden. Die zullen hun uitwerking hebben. Dus wat spreek je over je kinderen? Wat spreek je erover? En ik zeg hier niet alleen maar dat we alleen maar poeslieve woorden over onze kinderen moeten spreken. Kinderen mogen ook gewoon gecorrigeerd worden. Op een goede manier. Maar spreek je bestemming over ze. Geloof je in ze. Peter zei het, hè, over Zacchaeus, puur, 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 puur. Zijn naam betekende puur. Hij liep totaal niet de bestemming die hij liep. Hij liep niet puur. Maar iedereen sprak zijn naam wel uit. Blijf dat spreken over je kinderen. Blijf leven spreken. Pak zijn belofte en blijf dat spreken. Blijf het spreken. Geloof is zien in het geestelijke om het vervolgens in het natuurlijke te zien. Niet eerst zien in het natuurlijke om vervolgens te gaan spreken in geloof. Dat is niet meer nodig. Dan is er geen geloof meer nodig. Spreek over je kinderen. Spreek leven in ze. En speciaal even tegen de vaders. Zeg je tegen je kinderen dat je van ze houdt. Knuffel je ze. Misschien heb jij dat nooit gehad.
pak ze vast. Al zijn ze 20, al zijn ze 30. Pak ze vast en zeg, ik hou van je. Die woorden kunnen zo genezend zijn. Weet je, misschien zeg je, ja, maar dat lukt me niet. Zo ben ik nu eenmaal niet. Is de kracht van God die in je woont echt zo zwak dat je daar niet bovenuit kan stijgen? Zoek God dan. Zoek zijn vaderlijke hart. Zoek zijn genezing en begin te spreken. Ik smeek je bijna in de naam van Jezus om dit te gaan doen. De wereld is op zoek naar vaders die opstaan. De wereld is op zoek naar vaders, naar geestelijke vaders ook, die leven spreken. Kijk rond naar de jongere generatie. En iedereen heeft die jongere generatie, al ben je 90. En al ben je 16. Iedereen heeft die jongere generatie, spreek leven. Wat spreek jij over anderen? Wat spreek jij in je connect? Kom je vol met een tas met al het nieuws van de wereld en je begint eerst daarover te praten tijdens de koffie en dan gaan we nog met z'n allen God aanbidden? Of spreken we leven? Hé, ik weet dat je het zwaar hebt. We leven met je mee. We houden van je. En ik wil je helpen om de belofte waarheid te zien worden in Gods woord. En daarom spreken we leven tegen elkaar. Als jij op een connect zit, ja, ik zeg het maar even heel bot en plat. Maar als jij op een connect zit die je leegtrekt, die je terugtrekt naar het aardse, dan is het niet een connect die vrucht gaat dragen. En dan moeten we met elkaar omdraaien en zeggen, we gaan Gods woord spreken. Want daar is connect voor bedoeld. Daar is het voor bedoeld om kerk te zijn met elkaar, om elkaar te bemoedigen. Dus wat spreek je in je kinderen? Wat spreek je in het leven van andere mensen? Wat spreek je over jezelf? Jezelf talk. Dit gaat mij nooit lukken. Je kent de uitspraak nog van Pippi Langkous, toch? Zelfs zij had het begrepen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Wat spreek je over jezelf? Wat gaat er in je hoofd om? En door de regels heen spreek je het misschien niet letterlijk. Laten we letten op onze woorden, want het zijn de vruchten waarvan we gaan eten. Misschien over een week, misschien over een maand, misschien over 5 jaar. Maar de Bijbel is waar en is trouw aan zijn woord, dus het zal gebeuren. Dus wat spreken we? We spreken vanuit ons geloof. Niet zomaar luk raken, we gaan positieve woorden spreken. Dat kan de wereld ook. Ja, ik ga nu vanaf nu echt mijn best doen om elk woord gewoon vol geloof te spreken. En het wordt dun, het wordt shallow, het wordt aan de oppervlakte. Wortel in God, wortel in zijn woord. En dan zullen vanzelf die woorden omhoog komen. Want dan verander je van binnenuit. Wat geloven we? Colossenzen 2, vers 9. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In die naam, de naam boven elke naam, woont heel de volheid van God lichamelijk. En jij, ik, ben volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En hij heeft u, jij en mij, toen je dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Leef je als dode? Overleef je? Of leef je als levende, waar Christus in leeft? Halleluja. Weet je, begin je te springen. En zoals ik hier sta te preken, zo moet ik soms ook tegen mezelf preken. Als ik 's ochtends wakker word. En de spiegel inkijk. Maar dit gaat een goede dag worden. Want mijn God is met me. En zijn genade is daar nieuw elke morgen. En je begint te spreken. Hier, die u levend gemaakt heeft door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift waar ik het over had, hè, de wet die tegen ons getuigde, uit te wissen. Het is er niet meer. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit de midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Weet je, uit deze tekst kun je al zoveel halen voor jezelf. Ik heb dit gewoon in 2 minuten even eruit geschreven. En dat kun je gewoon spreken. Zo kun je met het woord van God omgaan. De volheid van God woont in mij door Jezus Christus. In hem ben ik volmaakt geworden.
Jezus Christus is het hoofd van iedere macht en overheid en Hij is mijn overwinning. Ik ben levend gemaakt. Al mijn overtredingen zijn vergeven. Mijn zonden zijn uitgewist, compleet weggevaagd door het bloed van Jezus. Ik ben gerechtvaardigd door Jezus Christus, want Hij heeft mijn zondige natuur aan het kruis genageld. Jezus Christus heeft alle overheden en macht ontwapend. Niks zal tegen mij stand houden. Hij heeft niet alleen de macht en kracht ontwapend, Hij heeft over ze getriomfeerd. In Jezus Christus ben ik meer dan overwinnaar. En ja, preek jezelf happy. Waarom zou je met de waarheid leven en somber door het leven gaan? We hebben allemaal wel eens dagen waar het ons niet helemaal van een leien dakje gaat. Waar misschien somber voelt. Spreek het woord van God en je zult de vruchten van eten. Je, waar je ook mee struggelt, welke nood je ook hebt, hoe je ook vastloopt. Die ene naam is het antwoord. En dat is echt geen goedkope opmerking van, ja Jordi, ik weet het, hè, de naam van Jezus is klaar. Je gaat soms door echte omstandigheden, door moeilijke, door diepe dalen heen. Maar de naam van Jezus blijft het antwoord. Ik kan er niet omheen. Ik kan niet leuk 10 tips aan je geven om weet ik veel wat. Maar de naam van Jezus is je redding, is je bevrijding, is je genezing, is je overwinning. Er is antwoord voor je nood. En die naam op de naam op je antwoord is Jezus Christus, de naam boven elke naam. Weet je, ik wil je vanmorgen vragen om gewoon een besluit te nemen. Om je woorden in lijn te brengen met Gods woord. Weet je, om af te stemmen op de Heilige Geest en te zeggen, oké, wat zegt God? Weet je, ik kom bij zoveel mensen en als ze in moeilijke omstandigheden zitten. En bij sommigen moet je ze van hier naar boven proberen te trekken. En bij anderen zitten ze hier en kan je meestemmen met hun geloof. Jij mag raden wat er makkelijker is. En je dus voed jezelf met het woord. Voed jezelf met het woord. Ja, hè? Goede omstandigheden, moeilijke omstandigheden. En begin dat te spreken. Dus voor iedereen wil ik je vragen. Neem een besluit op elke locatie. Neem een besluit om zijn woorden te spreken. Om bewust te zijn van de woorden die over je lippen komen. En als je in een negatieve spiraal zit in je woorden. Als je roddelen je lekker smaakt. Draai dat om. Ga ermee naar God en laat het veranderen. Om woorden van leven te gaan spreken. Laten we een moment gaan staan. Weet je, ik wil je één moment vragen om je ogen te sluiten. Weet je, woorden hebben een enorme kracht. En ik weet ook dat er veel pijn bij mensen zit over woorden die er ooit gesproken zijn in je leven. Vaak van mensen van heel dichtbij. Woorden die je pijn hebben gedaan. Woorden die je verlamd hebben. Misschien wel tot de dag als vandaag. Misschien ben je al lang je volwassenheid in. Maar de woorden houden je vast. Hebben je verlamd. Houden je gevangen. Of misschien ben je wel heel hard aan het presteren om te bewijzen dat je toch echt anders bent dan diegene heeft gezegd. Weet je, woorden brengen leven, woorden brengen dood. En ik geloof dat Jezus Christus hier in ons midden is. Om vandaag een wonder te doen. Zoals het handschrift uitwiste aan het kruis. Gaan we zo bidden dat de woorden die gesproken zijn voor alle locaties, voor iedere persoon die hier in ons midden is, in ons huis. Die woorden uitgewist worden. Weet je, de Heilige Geest is bij machte om die woorden uit te wissen. Om genezing te brengen. Om jouw hart te genezen. Om niet langer bepaald te worden door die woorden van dood. Maar bepaald te worden door de woorden van leven die God over jou spreekt. Dus laten we één moment, als jij dat bent en zeg ja, die woorden zijn als dolksteken in mijn hart. Leg je hand op je hart. Op dit moment voor jezelf. Dan ga ik voor je bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor ieder persoon in ons midden. Vader, ik bid, Heer, dat uw genezende hand op hun hand zal komen, Heer. En ik spreek erover dat die woorden gewist zullen worden in de machtige naam van Jezus. Dank u wel, Heer, dat u de hoogste autoriteit heeft. Dat u de hoogste autoriteit heeft en dat elk woord zal omkeren.
Dat elk woord zal omkeren in de naam van Jezus. En ik bid dat die woorden zelfs vrucht zullen dragen. Waar God zegt, ik van een rouwgewaad maak ik een lofgewaad. Van as maak ik iets levends. Dat zijn woorden gewoon leven over je zullen zijn. En dat je anderen daarmee in vrijheid zult brengen. De vrijheid die jij nu op dit moment zult krijgen, zul je anderen mee in vrijheid leiden. En je zult woorden over anderen gaan spreken in de machtige naam van Jezus Christus. Genezing in Jezus' naam. Dank u, Heer, dat u uw werk doet, Heer. U doet de dingen bovennatuurlijk. U doet de dingen bovennatuurlijk. Weet je, een wonder van God is altijd samenwerken met God. Dus het is belangrijk wat je op dit moment gaat spreken. Spreek in de naam van Jezus wie je bent volgens Hem en niet wie je bent volgens die woorden. Ik ben de rechtvaardigheid. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Hij is mijn Vader. Hij houdt van me. Dank u wel, Vader, dat u van me houdt, Heer. Dank u wel dat u mij ziet op dit moment, Heer. Dank u wel dat u mij niet vergeten bent, Heer. Dank u wel dat u mij niet verlaat, Heer. Dank u wel dat u mij vergeven heeft voor elke zonde, voor de grootste dingen en de kleinste dingen. Dank u wel, Vader, dat ik mag genieten in uw koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat ik geliefd ben. Dat ik een purpose heb, dat ik een bestemming ben. Dat ik hier niet voor niks ben. Begin te spreken in geloof. Spreek de naam van Jezus.